De Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname willen dat hun leden de status van landsdienaren behouden. Op een algemene ledenvergadering vandaag op het KKF-terrein werd geprotesteerd tegen de beslissing van de regering om de onderwijsgevenden los te koppelen van het functie-informatiesysteem van de overheid FISO. De loskoppeling van de leerkrachten van het FISO is per resolutie op 18 februari doorgevoerd. BVL en ALS-voorzitter Wilgo Valies is de mening toegedaan dat de regering dictatoriaal optreedt. Daarnaast geeft die resolutie ook aan dat we geconfronteerd zullen worden met nieuwe werkgevers, nieuwe entiteiten. En daarnaast is ook aangegeven dat de landsdienaren, of laat maar zo zeggen, de ambtenaren of de leerkrachten die werkzaam zijn bij de bijzondere dienst, dat die niet meer zullen vallen onder de werkingssfeer van de personeelswet. Terwijl dat bij de leerkrachten die in openbare dienst zitten, dat gehandhaafd blijft. Alleen zullen ze hun landsdienarenschap moeten opgeven. De leerkrachten die goed vertegenwoordigd waren op de ALV schreeuwden in koor dat ze zullen blijven protesteren indien de regering de beslissing niet terugdraait. Valies benadrukt dat er strijd geleverd zal worden als het nodig is. Als dat nodig is dat we daarvoor strijd moeten leveren, dan zal dat gebeuren. Maar wij zullen dit op een correcte manier doorspelen naar de overheid. En wij zullen aan de hand van de reactie van de overheid bepalen welke stappen we gaan ondernemen om ervoor te zorgen dat de overheid niet komt aan onze verworvenheden. We hebben in het verleden, en niet alleen wij, de vakbondsleiders, de vakbonden, hebben in het verleden daarvoor strijd geleverd. En u begreep dat wij, die nu leiding geven aan die vakbond, dat niet uit handen kunnen geven. Dus wij zullen er dus alles aan doen, zodat de overheid ons op een correcte manier gaat bejegenen, met meer respect. En dat zij dus aan onze grondrechten ook niet moeten komen. Wilgo Valies vandaag tijdens een persconferentie op het terrein van de Kamer van Koophandel. De BVL-voorzitter gaf nog aan dat er voorlopig normaal school is.